Ja, letterlijk, nu het nee. zegt. Het startsignaal is een kanonschot. Ja, ja. Die reactie dat ja, jij net doet is die met die tuigen, st Letterlijk sta je op. Die hersenstammer wow, gaat ineens ja, omhoog. Wow, gevaar ja. dreigt. He, is dit een uh, aanslag? Ja. Welkom bij de Slimmer Presteren podcast. Jouw wekelijkse kop koffie met wetenschapsjournalist Jurgen van Tevelen En ik, middle-aged man in Lycra, Gerrit Heikoop Over sport, onderzoek en innovatie. Voor mensen die hun grenzen willen verleggen, maar daarbij de grens tussen onzin en zinvol niet uit het oog willen verliezen. In deze aflevering praat ik met Jurgen over welke muziek kan jouw sportprestatie verbeteren. We are the champions en bloed, zweet en tranen. Muziek is al lang niet meer weg te denken uit de sport. Maar wat is het bewijs dat muziek de fysieke prestatie echt kan beïnvloeden? En zo ja, hoe werkt dat dan? Voordat we beginnen, nog even drie dingen om aan te denken als jij zelf ook slimmer wilt presteren. Nummer 1. Druk nu gelijk even op abonneren, zodat je altijd direct in de gaten hebt wanneer er een nieuwe aflevering online komt. Nummer 2. Weet dat je Jurgen en mij ook kunt boeken voor jouw volgende bijeenkomst als spreker of presentator. Neem gerust eens contact met ons op via de contactgegevens hieronder. En 3. Deze podcast wordt geproduceerd en gesponsord door Live Online Events. Serieus goede content rondom jouw congres of event. Check www.loe.tv voor meer info. Ja, Jurgen, goedemorgen. Hey, goedemorgen, Gerrit. Beetje bijgekomen van vorige week? Ja. <laughs> het afgelopen met de qua, qua dame. <laughs> ik denk dat ik het net in heb gehouden, allemaal. Ja. Ja, ja, ja. We hebben een, uh, weer eens een aflevering. Hij doet me een beetje denken aan die ene. Wat maakt de kleur van je ja. shirt uit? In deze hoek zit deze ook. En, ja, en voor de mensen die ons nu nieuw, nieuw ontdekken, dat maakt dus uit. Hè. Gaan we opzoeken. Nou, ik weet het zo niet uit mijn hoofd. Maar uh, ja, wel. Het effect van rode schoenen: 36. Maar um, dit is er ook zo een. Muziek. Ja. Uh, wat doet muziek? En er is daadwerkelijk wetenschappelijk ja. onderzoek gedaan naar of het een rol kan spelen, positief en hoe dat dan werkt. Ja. Uh, die vraag gaan we uitrafelen. En we gaan uh, op het einde ook nog even aan Guido vragen: hij heeft vast niet heel veel toe te voegen, maar of hij uh, nog iets doet met muziek bij zijn atleten. Maar laten we even bij jou beginnen. Train jij met muziek op je oren? N uh, nee, tenzij het binnen is. Uh, ik heb wel eens een seizoenetje gespint en uh, gewodbiked. Daar ja. hebben we het wel eens over gehad. Ja. En daar, is, ja, daar heb je geen keuze. Daar staat gewoon standaard staat, uh, de beatbox aan. En, ja. uh, maar er wordt gezegd van iedereen die spint. Ik heb niet zoveel spin ervaring. Ja. Dat die muziek ja. <laughs> brengt je naar ultieme ja. prestaties. Heb je dat ervan? Het uh, kan twee kanten op. Soms is het heerlijk. En soms komt er een nummer langs en denk je. Jezus, uh, yeah, shit -nummer. Ja. <laughs> nou ja, Of gewoon, uh, dit is niet, niet mijn nummer. Dus je bent er wel op een of andere manier mee bezig of zo. Je neemt het mee hè, in je ja, ervaring en ja. dan en uh, je gaat je afvragen helpt het wel, helpt het niet. Nou, ik ben altijd een beetje uh, sceptisch naar dat soort dingen. Uh, dus geweest. je bent hè. elke. Ja, ik ben toch, naar onderzoek. Nou en dat heeft, kijk, waarom ik uh, sceptisch ben, dat had te maken met. Uh, ik heb het ooit wel eens wat uitgezocht. Toen ik een uh, boek aan het schrijven was. Ja. <laughs> je lacht er al bij. Ja. Vaste luisteraars, die weten het. Maar ja, ja. weet weten het niet. Kijk, Jurgen je... van Tevelen, wie de man googelt, vindt uit. Hij hey, is een auteur, auteur van een boek. He, het maakbare uur. Daarin ging jij uh, op de rug mee van uh, Dion Beukenboom. Kijken ja. of hij het werelduurrecord kon aanvallen. En dat was wel een dingetje namelijk. Van zijn coach vroeg hij al herhaaldelijk. Uh, weet ik nog, de laatste dag in, uh, in Mexico ook ja heb je nou je Spotify uh, lijst je je playlist al uh, wel uh, wel af Vroeg de voor coach het uur ja Aha. alsof die daar dan ja het werd hij was daarmee bezig het, en toen dacht ik oh ja natuurlijk je moet een uur fietsen straks Er zit uh, amper publiek nou ja, dan is het wel fijn om muziek te hebben die je mogelijk ondersteunt. En dus, nou ja, ik moest dat boek toch vullen. Dus ben ook eens gaan kijken naar die playlist. Die staat gewoon nog steeds op Spotify, zag ja, ik. Ja, staat in de show notes. Ja, en daar was dus heel goed over nagedacht. En juist, ja, waar ik wel lang gekeken heb, de nummer Power van Kanye West. En daar kom ik nog steeds tegen bij alle reclames op tv. Volgens mij van een van de parfum. En dan denk ik steeds weer aan Beukenboom, waar hij op die stoel zit voordat hij de fiets opstapt. En dat is het nummer eigenlijk om hem. Klaar te maken Aha, voor. Dus hij had ze wel nagedacht over muziek van tevoren. Je ja, ja. ziet ook heel vaak uh, topsporters, voetballers, voetballen. Ja. mensen die naar de arena gaan. Ja. Met van die grote koptelefoons op. En dan helemaal in de zomer van hun eigen muziek ja. die hun in de juiste zone brengt. Ja. Maar had dus ook muziek voor tijdens het uur. Ja. Allebei. En toen heb ik, ik heb dat, dat nummer Power. Ook, eh, wat aan opgezocht, ontleed van wat waar gaat het over. En dat proberen te koppelen aan je hele prestatie. Ja, daar kom je erachter, die kan je west. Het is natuurlijk al een, een best wel ja, best wel vreemde vogel. heeft al 6000 uur aan dat nummer gewerkt. Uh, super muziek. Maar ja, goed, de tekst is af en toe dat je denkt oh, op het randje of multi-interpreteerbaar. Nou ja, goed, je moet dat boek maar eens dat boek maar eens lezen, zeg ik dan altijd. De boek voor jou? Of de boek van uh, je west? Ja, eerst, maar, eerst die van mij, maar en dan. Uh, ja. nee Maar het ging er toen voor die uh, studie, uh, voor het boek heb ik toen wat studies opgezocht. En toen kwam ik al achter, het hangt erg van het protocol af of muziek wel of niet werkt. Het protocol? Ja, het wat, wat inspanningsprotocol. Dus okay. ze hebben het over een open loop inspanning. Dat is eigenlijk als jij een test gaat doen op de, op de loopband of op de fiets waarbij het vermogen steeds zwaarder wordt. Die zegt nou, kijk eens of je dat 10 minuten of 15 minuten kan volhouden, zo lang mogelijk. Mm -hmm. Dat heeft een beetje een open einde, hè? Of dat je tegen iemand zegt, en nu ga jij een uur op de wielerbaan in uh, Aguas Calientes uh, fietsen. En na een uur moet jij uh, 54,5 kilometer gefietst hebben. En dat is een closed loop ja, ja. inspanning. Je weet hoe lang het gaat duren. Ja. Je weet wat je te ja. doen staat. Plus je zit uh, ook nog uh, continu op een ja, hele hoge intensiteit te fietsen. Eigenlijk continu tegen je max. Ja. En dat is natuurlijk bij zo'n open loop inspanning begin je rustig. Dat bouw je op. En dan blijkt dat die inspanning voor Beukenboom, ja, daar was wat onderzoek aan gedaan. En die lieten eigenlijk zien van uh, ja, dat muziek niks uitmaakte. Dat ze een groep mensen hadden gevraagd: oké, okay, je gaat nu 20 minuten fietsen. Uh, kies je eigen favoriete muziek uit en we halen het uh, ja natuurlijk uh, dubbelblind lukt niet want je weet mm -hmm. of er wel of die muziek is en die mensen zeiden nou volgens mij heb ik harder gefietst of uh, ja, meer wattage geleverd in die twee minuten of twintig minuten als er wel muziek was uh, ja. ja en dan zeiden ze nou, het voelde wel wat makkelijker maar uiteindelijk zag die onderzoekers dat niet terug in de hartslag, in het uh, geleverde vermogen en ook niet in uh, de ervaren maat van inspanning. Oké, okay, oké. Okay. Dus maar in... voordat we het dan afschieten, een van de onderwerpen die ook steeds maar weer terugkomt hier in deze podcast is de kracht van het hoofd. Ja. En uh, daar hebben we in het begin al over gehad, de, 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 de sportwetenschappers zijn ook nog steeds verdeeld. Is het nou het hoofd wat de belemmerende ja. factor is of het lijf? Waarschijnlijk een combi. Maar als dus muziek bijdraagt aan een positief gevoel, Klopt. aan een lagere uh, beleefde of ervaren mate van inspanning, ja. dan lijkt me dat de moeite ja. waard. Dat, uh, maar Misschien dat, was die 20 minuten wel te kort. Dat kan. En het is inderdaad van dat die, die mensen volle bak moesten gaan, dat type inspanning. Dat is wel... Want ik kwam, uh, nou ja, waarom ik het toch uitgekozen heb in me, in me verdiept, is eigenlijk een stuk in, in sport gericht. Ja, die, die naam valt hier vaak voor uh, mensen die het blad niet kennen. Wat is dat voor een blad? Ja, het is een blad voor uh, professionals in de sport, waar ik ook regelmatig een bijdrage ja, leef. Vri vrij serieus ja. uh, vakblad voor mensen die werkzaam zijn in de ja. sport. En vaak uh, ja, op wetenschappelijke uh, ja. uh, uh, wetenschappelijk studies gericht. En nou, dit valt onder het, het, het uh, onderwerp Sportpsychologie. Mm -hmm. Geschreven door Lieke uh, Schiphol, wat ook een, uh, een uh, psycholoog is. Muziek inzetten voor plezier en prestatie in de sport. Deel 1 is dit. Wat zegt het sportonderzoek? Ja. Nou, en als nou, je Lieke, dat wat zegt het? Nou, er zijn nou, boeken over geschreven, boeken. En eigenlijk gaat dit al terug al, uh, bij de oude Grieken. Die waren ook al overtuigd dat uh, het gaat om een combinatie van kunst en sport. Uh, het idee van dat bepaalde toonsoorten de sportprestatie zouden Ja, bevorderen. Ik krijg opeens heel sterk het beeld van de verspringers. Mm -hmm. met hun handjes boven het hoofd... Ja. die het stadion zich laten opheffen... met de slow clap ja. die steeds sneller gaat. Ja. Nogal muziek, toch? Ja. Nee, zeker. En dan, maar dan, heb, dan noem je inderdaad alle verschillende aspecten... voor een inspanning... Ja. En dan is het opdweepende of ja. opzwepende... Uh, muziek, uh, ja. Opjagen. Of juist het tegenovergestelde. Dat ze ook zeggen, oh, nu uh, uh, vinger op de lippen, nu rust. Want ja. ik moet me bij focussen. Bij de tennis, bij de concentratie. Nou, er is een meta-analyse nu ook gedaan. Een stuk of honderd studies uiteindelijk. En daar komt echt wel naar voren dat muziek de sportprestatie... ...onder bepaalde omstandigheden kan bevorderen. positief beïnvloed. Ja, en dan gaat het inderdaad voorafgaand aan een relatief korte inspanning. Nou, dan heb je het al, dat verspringen. Ja. Of als jij in de sportschool een of ander gewicht moet tillen... ...of bij het ja, gewicht Ja, maximale heffen. inspanning. Ja, en dan blijkt inderdaad dat jij uh, opzwepende, ja, harde muziek... Uh, we, will, we Will Rock You of uh, nou ja, wat jou lekker vindt, waar jij op hebt en daadwerkelijk op hebt, want je ziet uiteindelijk dat gewoon je adrenaline stijgen, je hartslag gaat een beetje omhoog, je spierspanning stijgt. Uh, dus je zit al een beetje in die fight, flight, fright ja, reflex. Precies. Dat ja precies, hele lichaam is alerter. En dat en... is ook gewoon dat jouw hersenstam, daar uh, huist eigenlijk die, dat autonome zenuwstelsel, zit daar. Die, ja, die is gewoon, uh, ja, die wordt eigenlijk aangezet door geluid. Mm -hmm. En dat is natuurlijk logisch, want als ergens, nou ja, ergens is het stil en ineens duikt er geluid op. Er komt een. een Oerprincipe. Wat precies, komt eraan? Gevaar er komt, of plezier? Die tijger die, die hoor je daar brullen verderop. Dan denk je: wow. En nu wegwezen. Ja. En Dat is eigenlijk wat dan die dat muziek ook kan doen. Aan de andere kant, je wil juist je hartslag niet omhoog uh, hebben. en de spieren een beetje ontspannen hebben. als jij gaat uh, schieten of gaat darten. Uh, dus daar die. Die studies zijn ook gedaan. Ja, of, dat... of toch al heel erg opgefokt ja. bent. omdat je je eerste marathon gaat doen. en je moet voorkomen ja. dat je te hard van start gaat. Dus nou ja, dus op die manier kan jij voor jou bepalen. Dat is wel weer een truc, hè? Er ja. komen nu wat dingetjes bij elkaar. Ik grijp even terug naar de aflevering van een paar weken geleden. toen we het hadden over onze eerste triathlon. Mm -hmm. en dat Guido ook vertelde. dat je grootste valkuil is te hard weggaan. Ja. en dat er eigenlijk bij mij het kwartje viel. Verdorie, door al die adrenaline. Klopt. Door al die opgewondheid. kan je niet goed jezelf. Beoordelen wat te hard is. Ja. Dus eigenlijk ga ik voor mijn volgende marathon, als die ooit komt, als het weer mag, denk ik maar eens even, in plaats van op zweepend, ja. hele kalmerende muziek ja. opzetten. Helpt dat ook? Ik, uh, ja, zeker. Want dat is als jij gewoon merkt van dat je te veel uh, opgepompt bent, en eigenlijk al daardoor. Juist ja, uh, nou ja, met die extra adrenaline te hard van start gaat. Ja. Dus uh, alleen ja, de, de, en de, de, de situatie vaak natuurlijk bij een marathon of zo'n loop-event is, is uh, allemaal uh, opgepompt. Hè? Flink ja. harde muziek. Allemaal ja, dat doet het entertainment. Die, ik moet, ja. oh, oh, oh. Uh, mensen die mij. Uh, uh, die mij uh, <laughs> ik weet niet wat er nu gebeurt, er gebeurt iets. Maar <laughs> mensen die mij vlog wel eens gezien hebben. Ik ben ook, uh, ja. ook wederom in de jaar dat het kon. Onderdeel geweest van het startteam. Bij de Dam-to-Dam lopen. Ik ah, okay. kan jou vertellen, dat was uh, de laatste 13 minuten vanaf jouw startvak, nou, zelfs daarvoor eigenlijk al, de hele laatste 20 minuten tot je start, ja. was een tot op de minuut geregisseerde show. Ja, ja. Mensen die de Dam-to-Dam wel eens hebben gelopen herkennen dit. Je werd eerst met opzwepende muziek door in je, in je startvak waar je moest wachten, kreeg je een soort warming-up dan. Boom, boom, hard, actief, klappen, springen, warming-up. Ook natuurlijk gewoon een wachtverzachter. Ja. Vervolgens ging je met de Samba Band drums en knal Mocht je oplopen naar de startlijn? Nou, daar stonden ik en collega Bert Pessink je ook nog eens een beetje op te naaien en de boel op te starten. Dan kreeg je zo'n aftelsequence: nog drie minuten, nog 60 seconden, dan zo'n dramatische. Nou, jongens, die, die mensen die vlogen ja. die uh, Prins Hendrikade op. Ja, ja, en tien kilometer later kwamen ze allemaal, ja, lagen ze allemaal de aan de ja. kant en was uh, was ambulance ramp Kortom, aan. De hand. Uh, dit pleit eigenlijk voor dat je kan kiezen: twee soorten startvakken. De ja, en, uh, ja, toch? De <laughs> calming down en de pandemie. Op, want, want in een belevenis waarin je je zorgen maakt of je dit kan, is het natuurlijk ook wel lekker ja. dat je in ieder geval die ja. eerste drie kilometer waarin ja. gewoon eraf snoept. Ja, maar die, dat is ja. Ja, die ben je maar vast af. Ja, maar ja inderdaad, bijvoorbeeld bij een langere afstand, marathon, moet je dat, gebeurt dat ook. Hè? In Rotterdam met Lee Towers, you never walk alone. Ja. Uh, maar daar wil je het eigenlijk misschien op niet zeggen. Als opzwepend of juist ja, te rustig? Ik vond het heel opzwepend. Ah. En dan komt er zo'n kanon. Ja, letterlijk, nu je het zegt, het startsignaal is een kanonspot. Ja. ja. Die reactie ja, wat jij net doet die jij st letterlijk stijgen. Die hersenstal, wow, maar gaat in van: wow, gevaar dreigt, Is dit een uh, aanslag? Of, uh, ja. Nee, ja, dat ja. hoort. Dus in die zin zetten wij hier nou te pleiten dat we voor de kwaliteit van de prestatie. niet ja. voor de beleving. Want dit is fantastisch voor die eventbeleving, daarom worden we wij worden nu ook enthousiast daarover. Maar voor de kwaliteit van de prestatie. Zou het voor sommige mensen, mensen. ja zeker. Wel in een heel ja, rustig. Ja. Kabbelend riviertje moeten brengen? Ja. Nou, dus uh, dat is de, de voor de start. Ja. Maar dan heb je ook nog zoiets als tijdens de inspanning. Nou, uh, en dan heb je uh, rhythmic entrainment. En dat zul je ook wel vaak. Dit is een wetenschappelijke term. Ja. En dat gaat erom dat... Een bepaald... Hoe vertel je dat? Ritmische wat? training uh, Ja, dat wat? Uh, dat, uh, het synchroon gaan lopen van de ritme van de muziek... samen met bijvoorbeeld uh -huh. je hartfrequentie uh -huh. of jouw stapfrequentie. ja of jouw, Precies waarom ik eigenlijk nu eigenlijk zeg je zou kalmere uh, muziek ja. moeten draaien ja. Maar, want uh, dat geeft me aan. Dus daar, daar zijn natuurlijk allemaal... Uh, de, je kan allemaal op Spotify of... Er zijn allerlei andere platformen die ja, we zijn. Wederom nog, nog steeds niet gesponsord. Spontaan nee. Spotify. Maar ja. ja, kan je volgens mij hele lijsten vinden van die je uh, kan opzetten tijdens het lopen of het fietsen. En dat is allemaal een beetje met die beats per minute, denk ik, rond de 180. Waarvan altijd gezegd wordt: ja, want dat is ongeveer je pasfrequentie. Sterker en... nog, er zit in Spotify toch ook zo'n functie. Dat je zegt running. Ja. En dan koppel je hem. Nou, nee, wat doet hij? Volgens mij gewoon op de kadans van de telefoon. Mm -hmm. Maar dan past hij tempo ja. van de muziek aan op het tempo wat je loopt. Nou, en dat, die studies zijn dus ook gedaan. dat je inderdaad op een, een loopband. dan. Uh, ja. Met dat ritme dat, dat, zich, ja, dat je synchroon gaat lopen. Dus als je net een iets hoger ritme uh, kiest dan jij gewend bent, ga je toch daaraan aanpassen. Aha, en kun je dus meer, hè, kun je een hoger ja. tempo aan. Je en, ja, en dat laten die studies ook, ook, ook zien. Dus het gaat om, ja goed, uh, een aantal procenten. Dus dat helpt dan op die manier. Dus je hebt, uh, dat is weer een ander mechanisme. Uh, ja. Denk ik nog wel steeds van oké, okay, dan moet je wel het juiste ritme zien te vinden. En inderdaad, die dus als het zich continu aanpast of net iets hoger gaat zitten, oké, okay, dan kan je hem misschien gunstig inzetten. Aan de andere kant is er ook zoiets als juist een asynchroon uh, muziek, dat je muziek kiest die helemaal niet in de pas loopt met jouw frequentie. Oh, en het idee, die schijnt ook te helpen omdat je daardoor op, uh, gaat, ja, je hebt een soort afleiding mm -hmm. met name. Je gaat een beetje luisteren en in plaats van dat jij uh, bijvoorbeeld, nou, na 30 kilometer van die marathon denkt van hmm, hoe voel ik me? Ik heb nog 10 kilometer te gaan. Dan gaan natuurlijk al die gedachten gaan door je hoofd en die komen samen met informatie uit je spieren uh, van hoe voel ik me op dit moment? Kan ik dit tempo vasthouden? Nou, die ervaren mate van inspanning, vaak over gehad. Ja. Die afhankelijk is van ja, mentaal inderdaad, je motivatie nog, van en, en continu die afweging. Ja, kan ik het nog? En op het moment dat jij daar een uh, impuls of de input van muziek bij hebt, waardoor je een beetje afgeleid wordt, dan kan dat gewoon die, vooral de negatieve gevoelens die je hebt, toch een beetje van afleiden. En die studie. Die is zijn... wetenschappelijk aangetoond. Ja. Wat fijn. Ja. Want dit is namelijk een enorm praktisch, uh, pragmatisch punt. Wat ik maak en vaak ook mensen aanraad. Dat ik herken uit mijn beginnen met hardlooptijd. Ja. Toen ik begon met hardlopen. Vond ik hardlopen 1. Helemaal niet leuk. En ik vond het ook heel onprettig. Omdat ik. Erg hoog in mijn ademhaling zat. Ik liep toen ook misschien anders. Ik was aan het hijgen. Ik ja. kon niet tegen dat gestamp. Dus ik vond dat, ik, vond, ik vond dat verschrikkelijk om te doen. En mijn oplossing was inderdaad muziek op de oren. Zodat ik het gestamp en het geheik al niet meer hoorde. En inderdaad afgeleid was. Vaak moest ik heel wat ook nog een grote zonnebril op. Dat ik echt zo ja, ja. van en ja. niet was. Ja. Uh, en ik heb dat vaak ook wel als tip gegeven aan mensen die moeten beginnen met hardlopen. Nou, zet maar iets op je oren. Ja. Zodat je gewoon daarmee bezig bent. Tijd vliegt voorbij. En de tegenwoordig, manier. dit ja. wordt wel een beetje meta. Want mensen die dit luisteren, luisteren naar. <laughs> Een podcast, maar voor mij is nu ook afgelopen jaar was motivatie moeilijk. Heb we het uh, twee weken geleden ook over gehad. Ja. dan helpt dus wel in plaats van: ik ga nu hardlopen, ik ga uh, een podcast ja. luisteren. Mm -hmm. Dus ik zet iets op mijn oren en daarmee ga ik naar buiten en dan ga ik wel rennen. Sterker nog, ik analyseer bij mezelf dat hoe fitter en hoe sterker ik ben. Hoe minder ik dat nodig heb. Dus ik heb een paar keer ervaren dat ik dacht: nee, nu wil ik geen podcast ja. of geen ding meer. Nu wil ik gewoon lekker rennen ja. en buiten zijn. En ik zit nu op een plek. Nou, iedere podcast die ik kan krijgen en fijn. En daarmee ga ik lekker uh, of rennen of fietsen tegenwoordig. Ja. Ik heb een nieuwe gadget. En die is. Daar, daarvan zou ik echt willen. Nogmaals. <laughs> Uh, wij roepen vaak op, wij zoeken sponsoren. We zijn heel selectief. Maar ik zou toch wel uh, de Arrow Packs. zou ik graag met korting aan onze luisteraars weggeven. Daar heb ik nog niet uh, actie op ondernomen. Maar dat is een, uh, een koptelefoon. En uiteindelijk heb ik de tip gehad. van ook luisteraars hoor. Die reageerden op een gegeven moment ergens op onze podcast in het begin. Mm -hmm. Die heeft een. Um, het werkt als het ware als een hoofdtelefoon. Die hang je over je oren. Een staafje achter in je nek. En dan zit er een klein kastje net voor je oor. Ah, een ja. beetje op je slapen. Ja. En het werkt dan met botgeleiding. Ja. Super freaky. Ik ken ja. het helemaal niet. Maar het, het, gaat, het heeft dus een trilling. Dat betekent ook. Als je die koptelefoon zo vasthoudt. hoor je niks. Hoor je niks. Ja. Maar op het moment dat die in aanraking komt met je schedel. Nou, hoor je het kraakhelder ja. in je oor. alsof er iemand staat. Maar ja. het grote voordeel is. Je oor is nog altijd open. Ja. En daarmee durf ik hem nu ook met mountainbike en wielrennen op te zetten, want ik hoor gewoon het verkeer. Ik hoor alles omheen en ik heb uh, wel degelijk oh, de hele ja. weg gewoon. Ja. Uh, nou ja, afleiding. Ja. Daar zei je zei het al. Nou, ja. Goede tip. Ja. Ja, ja, dus voor de mensen die ja. uh, deze podcast nu nog lopend luisteren, hij kan ook mee op de fiets. Maar volgens mij uh, zeg je het al: als je iets, iets rustigs wil doen of een beetje motivatie, dan, dan kun je muziek of een podcast. Ja. Maar als jij echt wat voluit wil gaan. Nee, dan moet je geen gelul nee. in je oren hebben. Zeker en dat voor is ons. dus <laughs> precies ook ja waar, waar we mee begonnen. Het blijkt dus dat dat ja effect van muziek op die sportprestatie en en op het verminderen van die ervaren maat van inspanning werkt goed. Laat effecten zien bij submaximale inspanningen. Mm -hmm. Alleen als je voor een maximale inspanning gaat, ja, dan maakt het niks uit. Dan overroelt eigenlijk gewoon. Ja, de, de, alle, alle sensaties vanuit het lichaam en alle gevoelens van jongens, hoe dat lang. is die nog studie hou die je in het begin voor... zei van die 20 minuten, ja. dat het niks uitmaakte, ja. want dat was 20 minuten maximaal. Ja, ja precies. En dat en is dus is eigenlijk het. van uh, daar, dus dat onderscheid is er wel. Dus je kan op zich die ervaren mate van inspanning een beetje onderdrukken door vanuit muziek die jij prettig vindt, die je afleidt, ja. ofwel door op te peppen ja. of door te kalmeren. Ja. Of de af te leiden. Dat zijn eigenlijk de drie ja. dingen die muziek ja. uh, voor en je kan uh, En dan eigenlijk het onderscheid van voor de inspanning. Dat oppeppende of dat kalmerende. En dan het afleidende tijdens inspanning. Ja, dan is er ook nog wel wat studies gedaan. Na afloop. Ja. Ja, dan kom je wel echt, echt in de softe hoek vind ik altijd. Maar goed, het is, uh, het is ook wetenschap. En Her stel bevorderende muziek. Nou, mensen hebben een, uh, kijken vaak beter terug op hun training. Op het moment dat zij dan na afloop ook daar muziek bij gehad hebben, zeg maar. En dan, ja, je kan je iets van. Hij zit al allebei te lachen. Dit klinkt echt zo onbegrijpelijk. Ja, ja, nee, maar, maar er maar is zo, dus een studie Ja, gedaan. zeker. We hebben en, een controlegroep. We hebben ja. mensen laten trainen. Maar dat is misschien ze... het gevoel van, oké, okay, jij, jij hebt een training afgewerkt en dan na afloop, ja, stap je of meteen onder de douche of je zegt toedele dokie tegen je trainingsmaatjes en. Uh, en je, je stapt op de fiets naar huis en je bent alweer bezig met, met wat ga ik straks doen, of zo en je vergeet die training. Mm -hmm. uh, en dus, als je de volgende keer gaat trainen, dan heb je niet meer een herinnering aan deze training. Maar als jij zegt, nou, we, we steken wat extra tijd in de afronding en we stoppen daar muziek bij. Ja, ja dan geeft dat toch, dan ga je vervolgens naar huis met een positiever gevoel over de training. En dat neem je dan ook weer mee in nou ja, je, je volgende training, waar je denkt van, ja, de vorige keer was wel heel uh, ja, lekker getraind. Leuk. Dus Misschien positieve gevoelens. Misschien trainers, coaches die ja. luisteren. Of het nou in de sportschool, op het voetbalveld of uh, bij het uh, wielrennteam. Ja. Gewoon eens even een eindhymne aan je training Klop. toevoegen, ja. toch? Een slotsong. En ik zou dus ook in die review. Moet hij dan juist uh, high peer? Ja, of nee. Flow volgens mij is of, daar uh, is niks ja, over gezegd. Daar is, nou, dan moet ik even induiken. Ja, wat zou je ja, voor jou helpen? Ik denk juist. Ik zou stof, zeggen, mellow toch? Ja, even precies. cooling down, ja, ja, uh, ja. terug naar ja. uh, de basis. Dus dat, uh, en Bull was ook echt een belangrijk onderdeel van die, die review ook. Die zegt, nou, we hebben op VO2 max hebben we gekeken en RPE en hartslag. Maar ook op uh, ja, uh, goed gevoel, op gevoel nou ja, in een bepaalde manieren gescoord. En dan werkt dat dus met name in de, in de cooling down fase. Ja, ja. dus uh, optelsom van aan voorafgaand, tijdens en na afloop. Ja, misschien allemaal kan je er wel, maar nu zit ik te muziek. fantaseren. Maar misschien kan je er wel een soort mooi Pavlov-effect mee creëren. Dat je altijd je training afsluit met een nummer. Dat het lichaam ook ja. weet: oké, okay, de stressbelasting is nu klaar. Ik moet nu weer naar rust en herstel. Ja, ja. en dan kan je voor jezelf natuurlijk ook, als jij nou een. een... Rituelen worden het dan Ja, meen. precies. En dan kun je net die ene keer dat jij die fantastische training hebt afgerond, of die marathon hebt afgerond, en uh, dat nummer dan weet je, tien jaar later nog steeds, ook al ben jij dan ouder geworden, je loopt niet meer zo hard, maar elke keer als je dat nummer dan opzet, dan ja, denk toch? je: ah ja, ik kan het nog. Nou, of, dat is nog wel uh, een luikje ja. wat ik even wil opendoen. Uh, ik ga ook wel sporten zonder muziek op. Um, en dan heb ik altijd liedjes in mijn hoofd. Heb jij dat ook? Ja. Ik heb het heel erg bij skiën, bij mountainbiken. Dat zijn natuurlijk ook allerlei sporten waar je een soort flow komt. Maar ik had laatst ook met wielrennen. Had ik de hele tijd die Formule 1-hymne in mijn hoofd. De hele tijd. Ja, want het zijn vaak wel van die oorwilmen dan. Ja. Die je niet meer weg krijgt. Denk je, ik wil hierheen. Heb jij dat ook? Ja. En wat is dat dan? Ja, dat vind ik wel vervelend. Misschien ook wel dat. Hoe noem je het nou? Rhythmic synchronization. Dat is gewoon je brein op dat ritme van de inspanning. Oh, dan zou het andersom gaan. Ja. Dat weet ik niet, dat is interessant. Ja, je ja. staat niet in het stuk verder. Nee, maar ik vraag ja. gewoon of je ja. dat herkent. Maar dan ja. herken je ook. Misschien ja, onze luisteraar ook wel. Ja. Laat het ja. vooral even weten, toch? Momentje van interactie. Wat heb jij in je hoofd? Ken, ja, je moet je toch ergens aan denken tijdens... Ja. Uh, ja. Ja. Ja, ja, dat is het uh, hoofdleegmaken. maken. Ja. Hé, hey, we gaan nog even in de finale van deze aflevering uh, met Guido zoomen. Even horen of hij nog iets interessants heeft. We twijfelden. Dan denk je, ja, muziek, zo ja. von. Maar weet je nog, Louis de Haye had hij een vraag voor. Wat was je favoriete muziek? We zullen eens even kijken wat dat voor Guido is. Doen we. We gaan zoomen met Zoomer. Zoom, zoom, zoom. Vroom, vroom. Guido, goedemorgen. Hey, Guido. Goedemorgen. Hey, wat voor muziek heb jij op staan op dit moment? Ja, dan hoor ik jullie niet meer. Maar wat, wat ik op zou hebben staan dan, dat moet je denken aan uh, Ramstein, Metallica, dat soort erachter. Snoeiharde ja. gitaren, ja, dat is jouw stijl, hè? ja, ja. Dat doe je waarschijnlijk net voordat jij ons gaat spreken. Om je een beetje op ja, te tappen voor, uh, voor ons weer. En ja, je denkt, dan oh, ik uh... moet weer. Ja, oké. Okay. Nou, fijn hey, te horen. Leuk, we hebben net uh, geleerd van Jurgen uh, dat uh, zelfs in sportgericht toch een serieus vakblad. Uh, uitgebreid geschreven is over de wetenschappelijke. Onderbouwde meerwaarde van muziek om je op te peppen, om je te kalmeren, om, uh, wat was het nou, Rhythmic entertainment. Rhythmic entertainment. En, uh, uh, ja. ja. um, en we moesten opeens denken, Guido, toen wij uh, vlak voor de jaarwisseling Louis de la Haye als gast hadden, ja. toen vroegen we jou ook, heb je nog een vraag voor Louis? Dan zei je ja, uh, wat is zijn favoriete muziek? Dus was ik ben ook, wel even benieuwd, heb jij had, uh, met jouw atleten ook een muziekplan? Nee, dan mogen ze van mij zelf kiezen. Ik ga ze niet een bepaalde, een bepaalde keuze opleggen. Wat, wat mijn muziek is, dat zij dat ook uh, tijdens uh, trainingen of zo moeten beluisteren. Er zijn er wel die dezelfde, redelijk dezelfde <laughs> interesse hebben, um, maar de meeste toch niet. Dat was al van <laughs> tevoren of is dat toch in de loop van de tijd uh, gekomen? Dat jullie elkaar uh, een beetje hebben uitgewisseld, muziekkeuzes uh, en denkt, oh, oké, okay, dan ga ik ook eens proberen en dan op één lijn komen. Ja, die zullen er ook wel tussen zitten, maar de meeste waren toch wel een nou ja. Oh, ik wist niet dat jij dat ook leuk vond. Daar luister ik ook altijd naar. He, dan zie je in commentaren vaak: ja, ik moest nu toch wel de meest smerige muziek opzoeken uh, uh, om die training af te kunnen werken. Ja, en dan okay. schrijf jij nee, eronder, dat. Nou, dat vind ik ook leuk. Ja. Dus wat jou betreft, uh, dat is. Uh, Moeten ze dat ook nog uh, erbij schrijven in de commentaren van welke muziek? <laughs> ja, mooie welke muziek hebben? Kwalitatieve data aanlezen. Ja. Ik, ik ga hem onthouden. Ik ga die, die ga ik denk ik meenemen. Ik denk dat het een goede tip is. Ja. Ja. Nou, toch even serieus. Want dat was inderdaad mijn vraag: is, is het wel een onderwerp? En je begrijpt natuurlijk een bijonderwerp, snap ik ook wel. Maar, maar maak je het bespreekbaar, de, de kracht van muziek? Nee, het is niet dat ik daar direct op, met mensen dan over ga hebben om te zeggen als je het niet doet, dan ah, misschien moet je dat eens gaan doen. Ik weet wel van een aantal die dat hè, in, in hun voorbereiding op een, op een wedstrijd altijd doen. Ja. Hè, kijk, als je, als je naar een, een paratriathlonwedstrijd gaat en je ziet Jetsen. Kijk maar wat hij hal, het half uur daarvoor zit. Hoe, hoe die ergens zit. Dan zit hij een beetje ergens afgezonderd. Koptelefoontje op. Voorbereiding. En dan heeft hij uh, zijn muziek erop. Weet jij wat dat is? Wat is zijn hymne om uh, in de ja, zaal te komen? Ja, dat is een beetje van die doe. <laughs> Dat is echt wel een... Ja, 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 ja. Maar welke precies? Ja, dat is al steeds wel wat anders. Maar dat is wel, zeg maar, zijn... Nou ja, daar bereidt hij zich wel op voor. En dan sluit hij zich een beetje af, zeg maar, van de rest. Koptelefoontje op. En eh, dit is ik, nu ben ik bezig om eh, mezelf voor te bereiden op deze prestatie. En eh, laat ik me verder door niemand afleiden. Ja. En dan, uh, ik zit, wat we nog even moeten noemen, denk ik, mm -hmm. is toch voor al die aspirant-triatleten die ook enthousiast worden van deze podcast, is natuurlijk tijdens de wedstrijd, ja. hoe amateur-niveau je ook uh, sport, mag het niet, hè? Geen oortjes mee. Dus dat is nog wel even iets om uh, rekening mee te houden als je altijd met muziek traint en nu helemaal wetenschappelijk onderbouwd oh, okay, yeah, met muziek precies. de wedstrijd in wil. Helaas, geen oortjes bij de triathlon. Je bedoelt van training the gut is ook training the ears. Dus ja. lees van: de je, moet, je moet ook of, zonder uh, muziek of ja. uh, podcast ja. kunnen. Ja, maar je hoort het vaak, hè, als je bij die wedstrijden staat, voor de start is er vaak heel, heel vaak zeg maar, een of ander nou ja, typische tune die je dan of, of nummer wat je dan hoort. En, en nou ja, heel vaak is dat dan toch wel een kippenveldnummer. Het ja. kan heel suf zijn. Sta maar bij de, de Rotterdam Marathon aan de start. We hebben het er net over gehad. Ja. En Lieters gaat zingen, dan krijg je toch kippenvel. Tenminste, ja. ik wel. Ja, en dan, gaat het, en dan gaat het kanon af. En dan sta je ja, vol je... in de adrenaline. En uh, vlieg je die brug over. Nou, dan loop je de eerste kilometer in 3.30. En dan denk je, oh nee, dit moet niet. Ja. Ja. <laughs> ja, 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 ja. Heb jij uh, nog andere leuke anekdotes of verhalen... met betrekking tot muziek en sport? Nou, ik, ik gebruik het zelf. Meestal denk ik, als ik... Uh, als ik, als ik zelf voor me denk, nou, ik ga weer eens een bepaalde training proberen, voor wat, of anderen dat ook kunnen. Dan is het vaak wel pittig en zwaar. En, en dan doe ik die op de indoor trainer binnen. Ja, dan heb ik toch echt wel de meest uh, harde en flinke beat erin moeten. Hè? En harde drums en gitaar, hè? Is, zoals Rammstein bijvoorbeeld. Ja, dan kan ik me wel uit elkaar trekken. Ja, dat helpt echt wel. <laughs> mooi beeld. Ja. Even mezelf uit elkaar trekken. Nou, ik Moet denk dat ik we keer, jou dan uh, moeten uitnodigen opnemen. voor een mooi ja. nieuw initiatief. We gaan weer proberen onze kijkers en luisteraars te betrekken. Want wij zeiden net tegen elkaar, ja, die podcast van ons, die, uh, die doping specials waren lang. Maar dit is gelukkig allemaal weer wat korter. We mikken op tussen 30, 45 minuten. Maar ja, je training duurt natuurlijk langer. Dus dan op een gegeven moment zijn wij uitgekletst. En dan uh, is het misschien wel een leuk idee. Yeah. Misschien ook wel niet. Wordt heel eclectisch. <laughs> De slimme presteren podcast Spotify lijst. Nou ja. hebben we bedacht dat jij Guido als, uh, als erig gast oh, ja. maar liefst drie nummers op die lijst mag zetten. Uh, jij ook Jurgen, ik ook. Alle vrienden van de show die mogen twee nummers kiezen. Dus als je nu nog niet uh, weet waar we het over hebben, ga naar vriendvandeshow.nl/slash slimme podcast. Word lid van klein, klein bedragje. Minder dan één kop koffie per maand. En dan mag je twee nummers op de lijst zetten. En uh, alle andere kijkers en luisteraars die mogen ook één nummer laten weten. Dus uh, ja. Kido, drie uh, nummers. Wat uh, doneer jij aan de Slimmer Presteren Podcast Spotify-lijst? Oh, die moet ik nu ook al meteen gaan opdoen. Nou, nou, we kunnen Ik wel, denk, ik, ik doe een ik. hele lange intro, Daar dus zit je er vast over na ah, te denken. Okay. We zetten de ja. link sowieso, denk ik, in de show notes. O, uiteraard. Dan kunnen we het gaan toevoegen. Je ziet hem hieronder. Ja, maar ik heb er altijd, ik heb altijd wel Ramstein erin zitten. Ja, welk nummer? En er zijn er al meerdere, laten we zeggen. Doe hast. Ah ja. Mm, lekker, lekker. Die is lekker. Die is lekker. Die heb je zelfs, hoorde ik laatst, in de Frans Bauer uitvoering <laughs> Geniaal. Is dat nummer twee? <laughs> ja. nou, die moet je nu oh, man, sowieso man. op als bonus. Want nu wil iedereen dat ding natuurlijk horen. Dus die gaan we zoeken, ja. <laughs> ja. Um, Metallica. Master of Puppets. Ah, oef, ja. Oef, ja. Um, ja, wat zullen we er dan nog eentje bij wat is nog een leuke, een klassieker? Ja, ik heb al ACDC, Iron Maiden, dan zit ik ook nog wel een beetje. Uh... Ja, weet je wat, die houden we dan als verrassing. Dan moeten de mensen even gaan klikken op de link hieronder in de show notes of op onze website. En dan uh, kunnen ze ja. dat vinden. Jurgen, voor jou power, de eerste power twee. Power, uh, Kanye West. Hè, van, uh, oh ja, nou, wat nee. je net zei, het nummer van <laughs> ik, Dion ik, Beukenboom. Ja, ik ben meer van de disco, denk ik. Het uh, <laughs> wordt heel eclectisch. <lacht> <lacht> sowieso Get Lucky van oh, <laughs> Daft ja? Punk. Ja, ja een sloom nummer, man. Ik ja, kan je nee... niet hard op gaan. Je, ja, maar, maar daar hebben we het al over jou, gehad. jouw tempo. Ja, precies. Ja, ja. <laughs> Heerlijk. Ja, ik heb er ook wel een. Ik zit denk ik meer in de Jetse plathoek. Uh, was wow. met name voor mijn eerste marathon van Rotterdam. Uh, op een gegeven moment krijg je inderdaad zo'n nummer, wat je dan de hele tijd blijft draaien, van Keltec is dat. Uh, True the Night heet het. Ik heb hem ook in het vlogje over mijn eerste marathon City uh, ook onder, stiekem. En dat is ding. Ik, ik, ik hoorde hem toevallig uh, een paar weken terug weer. En dan wat jij net ook beschrijft, Jorgen. ik ben weer helemaal terug. Ik was natuurlijk stront zenuwachtig voor die marathon ook. En Ik voel meteen weer die spanning van die laatste paar dagen. En uh, ja, dat nummer is voor mij uh, wel echt uh, voor die marathon. En die tweede, daar heb ik ook wel echt een nummer bij. Maar dat is ook inderdaad zo'n zo party stamplaat. Van uh, naar de kloten. Ja, ja. Uh, want dat was ik ook, ook echt letterlijk. En ik liep daar door. Uh, Helemaal ach, hoe de heet die klimaat. wijk nou? Naar die laatste wijk voor, uh, voor naar het Hofplein toe. En uh, daar, daar staan ze natuurlijk goed te feesten. En dat, daar stond dat nummer ook op. Dat zal ik nooit vergeten. Dus dat zijn mijn twee contributies. En de Reden. De snollerbolkes, die doen we niet hè. Die wordt eh uh, ja, dus voor mij denk ik. heb ik ja heb ik niks mee, maar okay. iedere kijker of luisteraar die graag de snollerbolkes erop wil hebben. Voor mij mag het toch? Alles ja. mag. Oké. Okay. Nou, maar nice. kijkers. <laughs> Mooi. Wordt ook een dynamische lijst, denk ik. Wordt je een hele even... gekke lijst. Ik okay. weet niet of die nou. per se fijn wordt om op te sporten. Maar in ieder geval memorabel en samen met elkaar gemaakt. Dus als je nu zit te luisteren en denkt: ja, ik weet mijn nummer. En ik heb er ook een bijzondere herinnering bij. Want dat is natuurlijk eigenlijk leuk: hè? niet ja. alleen het nummer, maar ook waarom. Laat het ons dan weten via vele wegen. Bijvoorbeeld social media. Op Twitter en Instagram kun je een reactie achterlaten bij de Podcast. Je kan ons DM'en of gewoon even reageren op de, aflevering, of op de post van deze aflevering.

of nog leuker, op onze website www.slimmerpodcast.nl vind je een unieke pagina van deze aflevering en daar kun je in reageren. Lijkt me leuk als over loop van tijd al die comments steeds worden aangevuld, want ook als jij dit luistert straks in 2025 kun je nog steeds jouw nummer opsturen natuurlijk want die lijst, die Spotify lijst, die kunnen we gewoon blijven aanvullen. Of als je zegt ja, dat doe ik allemaal niet hoor, ik heb een baan waarbij ik niet in de publieke domein treed <laughs> dan kun je ons ook mailen, post slimmerpodcast.nl. We kijken er dan uit om van je te horen en uh, ja, we gaan hem aanleggen de slimme presteren podcast Spotify lijst. Dankjewel Guido en uh, gooi je haar los zou ik zeggen. Ja, Goed, heerlijk. Guido. Tot volgende week. Hoi. Hoi.